Ik denk, ja, dat is nou weer een afleidingsmanoeuvre. Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum is verbaasd en niet bepaald enthousiast. Terwijl iedereen het over een nieuwe Randstadprovincie heeft, komt de commissaris van de Koningin in Utrecht gisteren plotseling met een plan B. Nou, ik vind dat het een provincie meer in Nederland zou moeten worden. Ik bedoel, het Gooi en Eem. Ik bedoel, maar dat is zo verbonden met het Utrechtse. Hilversum, Amersfoort, dat heeft zo'n sterke relatie met elkaar. Misschien ook een stukje groene hart. Ik bedoel, maar dat heeft meerwaarde. Wij zijn de economische motor van Nederland. De provincie Utrecht geeft op dit moment dus geen steun aan een grote provinciale herindeling, een fusie samen met Noord-Holland en Flevoland, maar wil wel meewerken aan het aanpassen van de grenzen. Een stukje groene hart erbij en ook het Gooi moet worden ingelijfd. Een vreemd plan met een vreemde timing, vindt Hilversum. Er is al zo lang gepraat over de samenvoeging van provincies. Laten we deze vergrotingsslag, deze schaalgrootte nou gewoon maken. En dan is Utrecht en het Gooi sowieso in één. En een grote fusie van het hele Randstadgebied is voor Hilversum juist een buitenkans. Amsterdam en Utrecht zijn natuurlijk het kloppend hart van die drie provincies. Almere, dat is een mooie driehoek. Het Gooi ligt daar middenin, dat geeft ook een goed verband aan elkaar. Verantwoordelijk minister Donner heeft nog altijd weinig details over zijn plannen bekendgemaakt. Het is ondertussen dus nog maar afwachten hoe de fusie er precies uit moet gaan zien.